Wel, we hebben het voornamelijk dus over de zakelijke kant gehad. Dus alle aspecten over geld, verkoop, royalties, budgetten voor producties, allerlei aspecten van die aard. Soms lijkt mijn werk een droom, maar de realiteit heeft soms ook wel kantjes van een nachtmerrie. En vandaag ga ik ze allebei belichten. Wat we willen leren aan mensen is dat je je eigen pad moet kiezen, no matter what. En daar 100% voor moet gaan. Het klinkt heel simpel, maar het is ontzettend moeilijk. De strekking van het verhaal is dat je altijd dicht bij jezelf moet blijven. Focussen op waar jij in gelooft. Laat je nooit van de wijs afbrengen door meningen van anderen. En onderschat jezelf nooit. En undersell jezelf ook nooit. We hebben het vandaag gehad over hoe belangrijk het is als kunstenaar, ontwerper om zelf dingen te maken in eigen werkplaats. En hoe een galerie daar zijn bijdrage aan kan leveren door dat weer aan zijn klanten over te brengen.